Sisu, eerste Jan. Keer in de eerste ronde van de ABN AMRO Open. Sick dat ik in het hoofdtoernooi mag spelen hier. En dan nu tegen Rublev. Andre Rublev is de champion in Rotterdam. Dat was de pittigste loting wel voor de qualifiers. Maar als ik op de baan ga, dan ga ik wel op de baan om gewoon te winnen. En dan zie ik mijn kans ook wel, ook al is die kans statistisch gezien misschien maar 5%. Vertel, hoe is dat zo gekomen? Je hebt gewoon 75.000 volgers op dat gekke ticket. Ja, dat is echt best wel zot. Het is een heel belangrijk platform, je kunt er moeilijk nog langs. En ik voel wel dat er niet heel veel tennisspelers zijn, dus dat een beetje wel een unicum is. Ik Wimbledon verloren tweede ronde kwali en dan hoe het is als je het avondje na je verlies, hoe het dan tekeer gaat. Ik zag ook bijvoorbeeld jouw TikTok over Australië, waar je eigenlijk heel open bent over de band die jij hebt met je opa. Mijn grootvader is helaas gestorven, maar dat was sowieso mijn grootste fan. Bij zo'n zaak, als het dan even niet goed lukt, of als het net wel goed lukt, ja, dan word je er helemaal emotioneel van. Daar ben je wel een beetje een uitzondering in tennis, want ik denk dat er heel veel tennissers zijn die eigenlijk heel veel van dit soort zaken heel dicht bij zich houden. Als je het een beetje vergelijkt met vroeger en nu, dan was vroeger alles veel gemoedelijker. Veel opener, dan was het minder professioneel eigenlijk. Eigenlijk mag de hele tenniswereld wel iets meer openheid geven. Misschien daar probeer jij een beetje aan bij te dragen. Ik wil nog één laatste vraag stellen aan je. Want jouw naam, Sisu, dat is natuurlijk die rings a bell, hè, bij een heleboel mensen. Sisu. Ja, kun je uitleggen hoe dat zo gegaan is? Van heel mijn veel mensen generatie denken, niet. Nee, precies. Maar heel veel mensen denken dat jij niet eens echt Sisu heet. En dat is eigenlijk gekomen, ja. Mijn ouders dachten dat ik altijd een meisje ging worden. En er zat enkel een meisjesnaam, Amélie. Amélie Poulain. En dan kwam ik eruit, little surprise. En dan, aangezien dat mijn papa zijn bijnaam op de voetbal was, Sisu, hij was amateur voetballer, zei papa, ja, dan noemen we hem Sisu. En dan is er effectief van gekomen. Leuk. Sisu, ik wens jou echt, ik gun jou de wereld, man. Ik hoop echt dat je lekker die eerste ronde pakt tegen Rublev. Dus kom hier, geef me wat liefde. En dank je wel. Ik hoop dat we nog veel mogen zien op de Vlaams TV. Ja, dat is...